spondyloarthritis is een rheumatische ziekte die vooral voorkomt bij de jonge bevolking, de werkende bevolking, waarbij de rug omwille van ontsteking en pathologische botvorming pijnlijk wordt, maar ook stijf en beperkt wordt in zijn mobiliteit. Nu, bij de kinesitherapeut proberen wij de patiënt zo breed mogelijk in kaart te brengen en helpen ook de reumatoloog om het functioneren van de patiënt op te volgen. Vandaag gebeurt dat vooral door een vragenlijst waar dat patiënten moeten aangeven wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Ja. Dus ga je zelfs vragen hoeveel pijn dat je hebt? Van 0 tot 10, 0 is geen pijn, 10 is zeer veel pijn. Ja, okay. Nu, die vragenlijsten zijn zeer nuttig in de acute fase van de ziekte en waarbij medicatiebehandeling wordt gegeven, maar worden naarmate de ziekte vordert veel minder nauwkeurig en minder te gebruiken omdat patiënten zich aanpassen aan hun ziekte en overrapporteren of onderrapporteren. Vandaar dat we op zoek zijn, als kinesitherapeut, maar ook voor het artsenteam, naar een meting die meer direct is. En vandaar dat we sensoren willen inzetten om te kijken wat patiënten kunnen en niet kunnen. Ik ben 32 jaar en ik heb ongeveer al 10 jaar spondyloarthritis. Ik neem om de 2 weken een zeer krachtige ontstekingsremmer. Daarnaast neem ik dagelijks krachtige pijnstillers. Ik merk dat dat een zeer grote impact heeft, ook al ben ik een jonge dertiger. Er zijn handelingen die ik moet uitvoeren bij het aankleden, uitkleden, schoenen aandoen, waarbij ik eigenlijk vaststel dat ik mij soms kan vergelijken met een veel oudere persoon. En je zou het niet voor mogelijk houden, wanneer u mij ziet op straat, zou u nooit denken dat deze persoon een aandoening heeft die een grote impact heeft op zijn leven eigenlijk. Dus een complexe aandoening zoals axiale spondylarthropathie of ankylosele spondylitis moet dus ook complex, dat wil zeggen multifactorieel, multidimensioneel aangepakt worden. En daar is de reumatoloog heel goed in het evalueren van inflammatie, denk ik. En eventueel ook de schade die optreedt, dus die ankylosering. Kan je ook in been staan als je wil? Maar heel het functionele evalueren is een echte uitdaging. En is ook verschillend van of dat gebeurt in uw consultatieruimte of dat gebeurt in een real-life situatie, thuis bijvoorbeeld. Hè. En wat dat laatste betreft hebben we een samenwerking met kinesitherapeuten nodig die die bewegingspatronen mee analyseren. Maar ook mensen die de technologie beheersen, die dat kunnen evalueren, die algoritmes maken voor die evaluatie. En dat zijn ingenieurs, mathematici eigenlijk, waar we dus met plezier samenwerken. Ja, in die samenwerking tussen artsen en ingenieurs, als je een project wil opstarten, dan neemt dat typisch 2 jaar tijd in beslag. Alvorens dat je werkelijk dezelfde taal spreekt en dat je werkelijk begrijpt wat de een bedoelt en wat de ander bedoelt. En dan pas kunnen we echt van start gaan. Dus een van de sensoren die bij beweging hoort, zijn natuurlijk bewegingssensoren. Dus bewegingssensoren die we dan gaan plaatsen rond lichaamsdelen. We willen in feite dat die patiënt in zijn dagdagelijkse activiteiten van 's morgens tanden poetsen, eten, in die activiteiten, wierwaar van 24 uur activiteiten, willen we specifieke standaardactiviteiten herkennen en dat dan scoren. Dit project kunnen we realiseren dankzij het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma-onderzoek, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, en zal ons in staat stellen om eerder onderzoek te gaan toepassen in de thuissituatie van de patiënt. De meting met de sensoren geeft mij een meer objectieve kijk op de evolutie van mijn ziekte en mijn pijn, zodat ik ook mijn oefeningen en dagelijkse handelingen daarop kan aanpassen. Als resultaat zullen we de algoritmes die ontwikkeld zijn beschikbaar stellen voor de patiënt en zijn zorgverleners. De patiënt kan via sensordata gegevens verzamelen bij hem thuis en deze doorsturen naar het ziekenhuis, waarbij de zorgverlener dan de behandeling kan aanpassen indien het nodig is.